puur kijkt nu echt van, moest je dit nu delen? Heftig. Heftig. Maar het is wel waar, toch? Ja, ja, ja. Ja. Jij mag het ook nog wel een keer zeggen. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag woensdag. Het is 8 uur. Ik ben mijn vlog aan het editen terwijl Tuur snel naar de supermarkt is om hopelijk voor de drukte de boodschappen te kunnen halen. En that's what's happening. Dit is trouwens een van mijn heilige gralen in dit hooikoortseizoen. Deze neusspray werkt zo fijn. Ja, ik had eerst altijd Flixonase, maar die is blijkbaar nergens leverbaar. Of in ieder geval niet bij mijn apotheek. Deze gelukkig wel. En het werkt goed. Oké, ik ga hardlopen. Ik heb 20 kilometer op mijn schema staan. Dat is het schema van vorig jaar, 2 jaar terug. Nu doe ik 20 kilometer met 5:30 samen met mijn vader. Mijn vader kan nog steeds niet hardlopen omdat hij last van zijn buik heeft. 6 weken geleden is hij daar geopereerd. Dus die gaat niet mee. Tuur zei gisteren dat hij mee ging fietsen. Alleen toen heb ik net besloten dat ik graag nu al wil hardlopen. En het is net 12 uur. Dus Tuur zou eigenlijk nog aan het, is nu aan het werk. En die wil niet onder werktijd fietsen. Wat natuurlijk heel logisch is. Want hij is aan het werk. Hij is een Koningsdag video aan het maken. 6 spelletjes. 6 spelletjes. Dus ik ga alleen. En dat komt wel goed. I hope so. Oké, dit is echt hilarisch. Ik ben aan het hardlopen in de duinen. En de laatste die ik verwacht tegen te komen, dat zijn deze twee. Wat grappig. Ik heb Roos echt al sinds januari niet meer gezien. Dus het is wel echt heel leuk om haar zo spontaan tegen te komen. En Roos is jarig geweest. Dat zeg ik toch? Oh, oké. Okay. Is wel echt heel leuk. Gaat goed, Roos? Wat? Hij is geblesseerd. Aan het werk en geblesseerd. Oké, okay, ik heb de 20 niet gehaald. Ik heb er 15 van gemaakt. Na 7,5 voelde het zo stijf allemaal. En ik dacht, nou weet je, ik draai gewoon om. En toen kwam ik dus mijn zusje tegen. Het is echt mega grappig, want mijn zusje loopt daar normaal gesproken niet. Sowieso loopt ze amper hard. En dit is best wel redelijk ver van haar huis. En nu was ze daar ineens wel. En ik loop ook normaal gesproken niet rond dit tijdstip daar. Soms in het weekend met Tuur, maar niet overdag. En normaal, ik ga ook meestal met de auto naartoe. En ik loop er meestal niet naartoe. Dus als ik niet was omgedraaid, dan was ik Roos misgelopen. En ik had Roos dus al sinds januari niet gezien. Dus het was echt heel leuk om haar weer te zien. Ik zag een meisje in een paars shirtje. En ik denk, hé, dat shirtje heb ik ook. En toen ik dichterbij kwam, dacht ik, hé, dat lijkt Roos wel. Toen dacht ik, hé, dat is Roos. Dus ik, Roos, Roos. En ik rende naar haar toe en zij rende naar mij toe. En toen zei ik, wow, 1,5 meter. En het was best wel, er waren wel wat andere mensen en die zagen wat wij aan het doen waren. Die vonden onze ontmoeting wel grappig volgens mij. Ik zelf ook, want ik had Roos echt al super lang niet gezien. Ik heb haar echt in mijn leven lang niet zo lang niet gezien. Ik weet niet of deze zin klopte, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar dit was dus echt gewoon het lot. Ik geloof in het lot. Als ik geen last had gehad van mijn benen, dan had ik Roos niet gezien. En ik vind het leuker om Roos nu gezien te hebben. En Peter trouwens, de vriend. Dan 20 kilometer hardlopen. Want dat kan ik altijd nog. Tuur, hoe gaat het met de Koningsdag video? Is wel leuk. Ja? Ik heb alle spelletjes die ik zelf leuk vind erin gedaan. Maar ik weet wel een beetje wat de kinderen leuk vinden. Oké. Okay. Spijkerpoepen. Spijkerpoepen. Tuur. Ja? Ik vind je haar echt leuk zitten. Dank je. Echt waar? Ja? Ja, echt. Ga ik zo even in de spiegel kijken. Hey, smelly Tuur. Hey. Heb je lekker getraind? Ja, ik heb lekker gefietst. Het is echt super lekker weer. Is het een goed idee dat jij nu gaat douchen, zodat we straks een drankje kunnen drinken op het dakterras? Dat het ja, de regel dakterras weer is drankje nemen, hè? Heeft iemand trouwens een tip voor een goede SPF voor je lippen die niet wit uitslaat? Want ik heb nu een zonnebrand voor mijn lippen van La Roche-Posay. En
Het is er nu al bijna af, dus je ziet het nu al bijna niet meer. Maar je hebt echt zo'n hele witte gloed over je lippen. Dat vind ik gewoon niet zo mooi. Wat kun je aanraden voor je lippen? Want die huid van je lippen is natuurlijk super gevoelig en je wil gewoon niet dat die verbrandt. Maar een witte waas is ook niet echt leuk. Tuurtje. Wij hebben buiten weer genoten van het goede leven. En ondertussen zijn we bezig met ons avondeten. Vandaag hebben we deze tomatenrisotto met garnalen op het menu. We zijn al goed bezig. Rucola salade is klaar, de kruiden staan klaar. Dit ruikt lekker, joh. Garnalen en tomaten zitten in. Oh, dat ruikt heel lekker, maar mijn ding beslaat. Mijn cameralens. Hier is de oef. Even roeren, hè? Oh ja, goeie. Tuur, het ziet er wel weer echt fenomenaal uit, al zeg ik het zelf. Was dat heet? Oh my god, Tuur! Ja, hoe kun je die ovenschalen nog vastpakken? Dat ging wel, hoor. Oké, ik heb mezelf net dus verbrand aan het warmte-element van de oven. Maar je hebt goed gekoeld. Ja, en ik heb er spul op gedaan. Ik hoop dat het meevalt. Tuur heeft bij de supermarkt iets meegenomen. Wat de geur van de hele koelkast bepaalt. Als je de koelkast open doet, dan ruik je dit al. Had je dat al een keer verdiend? Ja, we hadden super lang geen chocola op. Ik weet niet of dat waar is, maar voor mijn gevoel in ieder geval wel. Nou, volgens mij heb je echt wel 4 weken lang al gevraagd van... Hebben we nou niet lekkers voor na het eten? Ja. Maar nu wel. Dit is echt lekker. Zullen we een keer dit als achtergrond doen voor de vragen? Een match vandaag mooi. Rood en rood. Carlijn zegt, ik ben nog niet echt bekend met hardlopen. Wat zijn intervaltrainingen en wat bedoel je bijvoorbeeld met 4x1000? 1000 staat voor 1000 meter. En intervaltrainingen zijn trainingen waar je in je verschillende tempo's met elkaar afwisselt. Ja, en dan inderdaad, had je gezegd dat je, als je 4x1000 doet bijvoorbeeld, ja. dat je dan een pauze neemt en die kan dan wandelend afgelegd worden of dribbelend of een combinatie. Toch? Ja. Had je dat? Dat heb ik nog niet gezegd. Mooie aanvulling. Ja. Ik heb een vraag voor jou, Tuur. Oh, leuk. Lisanne Faber wil graag begin juni een halve marathon lopen. Ik neem aan dat ze die niet in een wedstrijd gaat lopen, want... Voor zichzelf, denk ik. Tot 1 september zijn er geen wedstrijden. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon voor jezelf een wedstrijd organiseren. Haar PR is nu 1,51 en haar doel is 1,45. Wat voor soort trainingen zou ze het beste kunnen doen op halve marathon tempo? Ze doet sowieso al duurlopen en intervaltrainingen, maar bijna nooit trainingen op halve marathon tempo. Oh ja. Ik zou intervallen gaan doen. Wat doet ze? Op halve marathon tempo. Ja. En dan opbouwen. Dus bijvoorbeeld eerst begin je maar eens met totaal 6 kilometer in dat halve marathon tempo. En die week daarna kan je 7 kilometer in dat halve marathon tempo. En die week daarna 8 kilometer in dat halve marathon tempo. Dus bijvoorbeeld als je 8 kilometer doet, dan verdeel je hem in 4x2 kilometer. Ja. En die 6 kilometer kon je in 4x1500 delen. En als je bijvoorbeeld, op een gegeven moment kan je zelfs 4, 3, 2, 1 kilometer. Dat is wel echt pittig. Dat is heel pittig. 4, 3, 2, 1. Dan zou ik het beginnen met, zou ik 2, 4, 3, 1 doen. Beginnen met 2000, want dan kom je er wat makkelijker in. Als je meteen begint met 4000, dan heb je ook nooit een stip gegeven. Ja, dit is wel lekker. Ik vind het leuk om eigenwijs te doen tegen jou. Ja, maar jij hebt mij zelf die tip gegeven. Ja, het is wel ver trouwens om 4 kilometer en over marathon tempo te lopen. Als je het nou nog 3, 2, 1 kan doen, maar... Dan weet je in ieder geval wel dat je in ieder geval zo moet je het, zou ik het opbouwen, denk ik. Ja. Dus die... En wat zou je zwaarste training zijn op halve marathon tempo? Ja, ik dat weet dat een van onze atleten, niet onze atleten, maar een van jouw atleten, heeft een keer 5x3000 op halve marathon tempo gedaan. Oh ja. 10 dagen van tevoren. Oh, wauw. 5x3000 op halve marathon tempo. Ik kan amper 1000 meter op halve marathon tempo. Dat is echt heel heftig. Dat zegt ook wel iets over mijn fitheid op dit moment. Iemand vraagt of we wat minder kunnen discussiëren over het knippen van filmpjes en wat meer onze trainingen laten zien. Je hebt vandaag wat gefilmd, toch? Met Roos? Ja. Ga je dat doen? Ja, ik vind het de laatste tijd heel moeilijk om te filmen tijdens training, omdat ik ademhalen op zich al een uitdaging vind.
En je bent, ja, je bent ook... heel erg aware van de omgeving. Dat ik denk van, oeh, daar komt iemand aan. Oh, daar moet ik omheen. Ik loop niet echt op mijn gemak. En je bent heel veel alleen natuurlijk. Ja, dat ook. Ik ben eigenlijk vrijwel altijd alleen. Maar ik kan natuurlijk wel mijn camera doen. Maar dan, ja, je wil natuurlijk niet vlak langs mensen lopen. Dus je bent best wel gewoon aan het kijken van, hoe kan ik deze mensen passeren? Dus dat is eigenlijk tijdens iedere training wel een issue. Vandaag had ik bijna, was ik bijna meegegaan om te filmen. Dus het komt alweer. Ja. Toch? Het komt alweer. Hoi, ik heb een vraagje van Nina en deze vraag. Kun je intervallen ook verdelen over de training met meer rustige stukken ertussen? Of moet alles echt achter elkaar? Nee, je kan het wel je kan het verdelen zoals je het zou willen, denk ik. Ja. Ik zou wel echt een warming-up van 15 minuten doen, sowieso. Kan ook 20 of 25 of 30. En dan in het midden en dan op het einde ook nog wel een stukje uitlopen. Dus op het einde ook nog wel minstens 5 minuten rustig naar huis, zeg maar. Ja. En wat ik ook wel vaak doe, is een duurloop en een intervaltraining combineren. Dus in plaats van een duurloop van een uur, doe je bijvoorbeeld een duurloop van 35 minuten. En daarna doe je nog 200'tjes. Iets minder dan dat je normaal doet. Normaal deed je bijvoorbeeld 15 keer 200. En doe je nu 10 keer 200 nog erachteraan. Ja. Oké, nog twee vragen. Colette zegt, Anne-Merel, leuke vlog weer. Zie je je vriendinnen nog wel eens? Voorheen kwamen ze vaker voor in de vlogs, maar nu lijkt je vooral samen te zijn met Arthur. Ja, ik zie je op dit moment natuurlijk niet, vooral via FaceTime. Ik heb nooit heel veel vriendinnen gehad na de middelbare school, maar ik heb er wel gewoon een aantal. En met hun heb ik ook gewoon een goede band waar ik alles mee kan delen. De laatste tijd zien we elkaar wel minder face-to-face, maar dat hebben we eigenlijk nooit echt mega intensief gedaan. Want ik heb één vriendin in Den Haag, ik heb één vriendin in Breda, dan weer een vriendin in Bennebroek. Dus ze wonen ook echt overal. Dus het is niet zo, ja, dat je elkaar 3 keer per week ziet, zeg maar. Maar ik heb wel gewoon goed contact met mijn vriendinnen. En mijn vriendin vindt jou ook wel leuk. Dus, no worries. Kan je goed mee borrelen. Wat is jullie doel die je absoluut in je leven nog wil behalen? Als ik dan zie dat iemand van 75 nog zoveel kan op sportief gebied, dan denk ik, oh. Dat wil ik ook. Ja. Maar je hebt geen specifiek doel. Je moet wereldkampioen worden op je 80ste. Nee, zeker niet. Ik vind gezond blijven en ook dat je gewoon tot het einde van je, hoe noem je dat? Je carrière, dat ik dan gewoon op een gezonde manier gym kan blijven geven of sportlessen kan verzorgen. Dat lijkt me wel super. En ik wil graag dat natuurlijk ook gewoon gezond blijven. Maar qua sportief doel heb ik wel dat ik nog een keertje een marathon wil lopen. Waar alles eigenlijk samenkomt. En waar ik gewoon, nou, ik hoef me echt niet de hele marathon goed te voelen. Maar wel dat ik na afloop denk van, ja, deze marathon ging echt goed. Ik heb dat eigenlijk maar 2 keer gehad. Dat was 1 keer in Amsterdam, mijn allereerste marathon. En mijn 5e marathon in Berlijn. Dat is alweer 5 jaar geleden. En ik zou graag willen dat ik nog 1 keer, of minstens 1 keer zo'n marathon loper, gewoon echt, het gewoon lekker loopt. En Nelis vraagt ook of we kinderen willen, want hij denkt dat jij een hele goede vader zal zijn. En we zouden wel ooit kinderen willen, denk ik. Maar we weten natuurlijk niet of ons dat gegeven is. En we hebben niet directe plannen. Tot zover dit bericht. Tuur kijkt nu echt van, moest je dit nu delen? Heftig. Maar het is wel waar, toch? Ja. Jij mag het ook nog wel een keer zeggen. Je hebt het mooi gezegd. Toch? Het is inmiddels donderdagochtend. Ik ben de vlog aan het editen. En ik zie dat we de vlog helemaal niet hebben afgesloten. Dankjewel voor het kijken. En tot morgen bij weer een nieuwe vlog. Ik heb nog een vraag. Als Amalia koningin wordt en ze trouwt met een man, wordt die man dan ook koning? Of hoe gaan ze deze man dan noemen? Oké, ja, goede vraag.